Eva Jinek reageert op het recente rapport over wangedrag binnen de omroepwereld, met name het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk en andere collega's. Ze deelt haar schok over de omvang van het probleem en benadrukt dat er nu een schaduw over haar geliefde werkomgeving hangt. De presentatrice, die na de zomer een nieuwe dagelijkse talkshow begint bij Tros, eist verandering. Het rapport suggereert langere contracten als een oplossing, iets wat voor Eva een vanzelfsprekendheid is. Ze heeft dit als eis gesteld aan Afro-Tros, die momenteel bezig is met meerjarige contracten. Eva benadrukt het belang van goed werkgeverschap, vooral na het lezen van verhalen over korte contracten die tot reizen of zelfs geld teruggaven leiden. Ze stelt dat normaal gedrag op de werkvloer begint bij het waarborgen van bestaanszekerheid op alle fronten. Het feit dat Eva zich bewust is van de noodzaak van deze veranderingen en actief betrokken is, toont haar verantwoordelijkheidsgevoel. Ze benadrukt dat ze zich nooit zal verschuilen achter onwetendheid als er iets misgaat. Eva ziet haar rol als serieus en van groot belang in het creëren van een gezonde werkomgeving. Over haar veelbesproken overstap van RTL naar de NPO praat ze openhartig. Het enorme salarisverschil heeft veel aandacht getrokken, maar Eva legt uit dat haar keuze niet draait om financiële constructies. Ze benadrukt dat ze in dienst is bij Afrotros, waar ze een Riant salaris ontvangt. Het kostbare huis dat ze heeft gekocht is het resultaat van haar vier jaar bij RTL, en ze ergert zich begrijpelijk aan de speculaties over salarisconstructies of aandelen bij producent Medialijn. Eva's terugkeer naar de NPO is niet alleen een professionele zet, maar ook een statement over integriteit en verantwoordelijkheid. Ze zet zich in voor positieve veranderingen in de omroepwereld en is vastberaden om een gezonde werkomgeving te creëren voor haarzelf en haar collega's.